zitten nog in maart. Het is nog frisjes. Maar het zonnetje schijnt. Het is droog. Dus eigenlijk, het is prachtig weer om met de camper op pad te gaan. En dat doen we dus ook. We zijn weer onderweg. En dat wordt dan weer de derde keer dit jaar. We zijn onderweg naar Borculo, naar het camperpark Het Dommerholt. En dat is het camperpark waar wij vorig jaar onze allereerste rit met de Knaus naartoe gegaan zijn. En ja, toen hebben we eigenlijk heel weinig van de omgeving gezien. We zijn toen vooral bezig geweest met het ontdekken van onze camper. En we zijn een paar meter buiten het camperpark heen en weer gelopen, maar meer niet. En dus we willen nu gewoon een keertje terug. En ja, we hebben de fiets bij en we gaan gewoon lekker ook naar de omgeving kijken. Dus we gaan zeker ook Borculo zelf nog. Nou, we hebben er heel veel zin in, hè? Ja, ik heb wel niet gedaan. Ja, ik ook. Ja, het lijkt eigenlijk alsof, alsof we niet gestopt zijn. En wel vorige week zijn we ook weg geweest. En ja. Ja, we hebben een ontzettend leuk weekend gehad met Hans en Roman van Ons Delphine. Dat is ook de keycord die ik om me net heb hangen. En natuurlijk de groetjes aan Hans en aan Roman. Ah, we hebben een super gezellig weekend gehad. En ja, nu gaan we weer de andere kant op. We gaan naar de Achterhoek. Oh, daar komen we wel heel vaak eigenlijk, hè? Maar het is ook heel mooi. Ja, en kijk nou maar eens naar buiten. Wat een weertje, hè? Blauwe lucht, een paar vriendelijke wolkjes, maar de zon die schijnt volop. Het is gewoon prachtig. We zijn ook niet de enige camper die onderweg is. Want ik had al gekeken bij het camperpark waar we naar naartoe rijden. Daar zouden nog 3 lege plekken moeten zijn. En de rest is hier helemaal vol. En dan kun je nagaan, het is begin maart. We zitten dan weer in de buurt van zowel Camperpassie als Obelink. Nou, bij Camperpassie hebben we iets besteld en dat gaan we ophalen. En bij Obelink hebben we niks besteld. Maar ja, daar gaan we altijd gewoon naartoe om er lekker doorheen te sjouwen. En we gaan de Maas weer over. Ja, we hadden het er zojuist over en dat is toch wel heel erg leuk. Ik werk op een lerarenopleiding en een aantal van mijn studenten die volgt ons. En ja, dat vind ik natuurlijk echt ontzettend leuk. Rob vindt het ook superleuk. Ja. Die vraagt zich ook af hoe die studenten het voor elkaar krijgen om elke keer zo een klein half uur naar onze belevenissen te kijken. Ja, want wij brengen wel erg spannende televisie. Ja, maar goed, ja, ze kijken en we vinden het hartstikke leuk. Ze zijn abonnee van ons. En toch een keertje hier een hele speciale groet aan al die... Ja. Leuke studenten die onze belevenissen elke week weer volgen. Nou, wij wensen jullie veel kijkplezier bij dit avontuur van Expeditie Robinson. Dat is weer spannender in tv. Ja, maar het is ook ontspannend, hè? Ja, zeker. Want ja, er gebeurt eigenlijk bijna niks. En hier gaan we de Waal weer over. Hier hebben we dan de Rijn. De Nederrijn. Maar we gaan weer binnen door. Ik snap van die hele navigatie echt helemaal niks. Ik ook niet. Maar goed, ik maak mijn tijd er niet meer druk om. Dat wil ik niet doen. Voorlopig zijn we toch nog elke keer gekomen waar we moesten zijn. Dus laten we er maar op hopen dat dat nou weer gebeurt. Nou, dus we gaan richting Zutphen. Kijk, en hier hebben we de IJssel weer. Na 120 meter linksaf. Dat vind ik ook heel bijzonder. Kijk, normaal gesproken gaan we hier inderdaad rechtsaf. En nu niet. Nou, nu is het wel even spannende tv. Ja, de schotel. Ja, nou, we hebben een mazzel. Nee, dan moet je er niet zo hard onderdoor rijden als je daar niet vertrouwt. Ja, je zin dat de dingen te hoog zat zijn. Als er geen bordje staat, zou ze hoog zat moeten zijn. Dus daar komen we maar vanuit aan. Er staat niks. En... Maar goed, eventjes... De navigatie weer. Die dacht, ja, jullie komen zo vaak in de Achterhoek. Als jullie zelf geen andere route pakken, dan doe ik het. Dus die stuurt ons nu gewoon recht door Dieren. Nou, slaat helemaal nergens op. Het is ook een langere route, heb ik met de telefoon gecontroleerd. Maar ja, dat doet hij wel. En we moeten dadelijk ook nog door Zutphen. Dus... Okay, ik snap niet dat het ding elke keer een andere route valt. En hier had je Dieren.
Nou, daar kom je normaal dus niet. Nee, geweldig. Kijk, geweldig. Oh, nou, mooi. Daar hebben we de IJssel weer. Ja. Maar we rijden nu wel aan de verkeerde kant van de IJssel. Ja, dat weet je wel. Leuvenheim. Ja. Hier, de Achterhoek. De Achterhoek, ja. Mooi. En hier gaan we de IJssel over. Ja, hier komen we nooit, maar het was net wel even spannend. Want hier stond een bordje dat wij over een brug zouden gaan die maar 3,10 meter hoog was. En toen knepen wij hem allebei een beetje, want volgens ons is de camper 2,89 meter hoog. Maar we hebben nooit gemeten of dat inclusief of exclusief schotel is. En dan is 3,10 meter hoog. Ja, dat is een spannend. Beetje krikkel, hè? Maar ik denk nu eigenlijk dat wij... Dat als we rechtdoor waren gereden, dan die brug zeg maar in Zutphen, dat die 3,10 meter hoog is. We moeten toch eens een keer goed naar mee thuis. Want, ja. Ja, dat is toch wel handig. Ondanks dat het geen echt spannende... Het wordt u toch spannend. Het is toch spannend. Ja. Je rijdt net zijn engel zo klop. Schotel eraf. Ja. Maar snap ik nog steeds niet waarom wij deze route pakken. Maar goed. Ja. Nou, we zijn nu helemaal langs Vorden gereden. Kijk, en hier zien we Borculo linksaf. Maar wij gaan rechtsaf. Camperpark het Dommerholt. Neem de volgende scherp rechtsaf. Kijk, dan kunnen we hem hier mooi parkeren. Neem de volgende rechtsaf. Daarna neem de volgende linksaf. Zo, en daar zijn we. Even onszelf melden. Nou, hier gaan we naar binnen bij de ijsboerderij. Daar staat ze dan te wachten. Te wachten. Dankjewel, hè. We lopen weer terug naar de camper. Nou, het waait hier weer stevig. Zoals gewoonlijk eigenlijk. Zoals altijd, ja. Gewoon denk ik altijd. Dus, nou, we gaan het laatste stukje rijden. Dankjewel, jeetje. Mooi, geweldig, hè. Kijk, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, en de auto is lekker warm. Kijk, het slagboompje gaat open. Wacht. Rechtdoor, ja. Hier gaan we rechtsaf. Ja. En dan, als het goed is, daar naast die wat daar staat. Ja. Het is toch ideaal, hè, zo'n achteruitrijcamera, hè? Dat vind ik wel. Eigenlijk zeggen beelden genoeg. Rob staat weer bij de buren. En ik ben weer met de soep bezig. We staan naast het plekje waar we vorig jaar stonden. Vorig jaar zijn we hier het camperseizoen begonnen. Toen stonden we op plekje 13. Maar ja, die was nu bezet. Dus toen zijn we er maar naast gaan staan. En dat is op zich ook een prima plek. Nou, het is vrij druk. We hebben wel een hoop plekken bijgemaakt. Want als ik even die kant op loop. Vorige keer stonden we daar op plekje 13. En
hadden wij de plek die aansloot op dat insectenhotel. Maar hier is een extra plek bijgekomen, plek 28. En niet alleen hier, er zijn echt veel meer, nou niet veel meer, maar een aantal plekken meer bijgekomen. Maar het blijft een ruim opgezette camperplek. Hartstikke mooi. Ja, we treffen het met het weer. Het zonnetje schijnt heerlijk. Kijk hier dat insectenhotel, dat vind ik zo mooi, hè. Zo eenvoudig om te maken. Een hoop materiaal wat over was, netje ervoor. En insecten die worden er helemaal vrolijk van. We zijn geïnstalleerd, hè. We hoeven niet veel te doen. We gaan morgen fietsen, dus we laten de fietsen nu gewoon lekker in de schuur staan. Maar ja, het is nog een beetje fris. Er zitten hier wel mensen buiten. Maar ik kan eigenlijk hier geen plekje vinden waarbij je helemaal uit de wind zit. Dus op dit moment heb ik nog niet de behoefte om lekker buiten in het zonnetje te gaan zitten. Maar we staan hier goed. We staan hier lekker. Je staat hier en voor ons voelt het eigenlijk al meteen als... thuisgevoel is een groot woord. Maar misschien toch een beetje wel. Het voelt gewoon heel prettig en heel fijn. Het is gewoon een mooie camperplek. Het is hier echt heerlijk. Ik zit lekker een puzzeltje te maken. Het is 21 graden in de camper. Nou, Rob vroeg, zullen we de hoester maar eens opleggen? Ja, dus dat gaan we doen. Ik ga wel even meehelpen. Maar ik vond het toch wel even leuk om te laten zien hoe je ermee aan het rommelen bent. Kijk, en nu zit er weer op. Goed, toch? Helemaal goed. Ja, het mag nog even open, want het zonnetje schijnt nog lekker. Goed hoor. Kijk, het grote voordeel van die hoes, dat is, het wordt frisjes en dan wordt toch je voorruit nat. En als die hoes er overheen zit, dan is dat toch eigenlijk helemaal opgelost. We gaan het maken. Lekker simpels. Ja, dat is altijd bij ons, niet? Ja, maar nog simpeler. Ik heb een lekker Griekse aardappelschotel en ik heb groente rombo's. Nou, die bakken we. En daarna dan maak ik nog lekker salade erbij. Dus ja, het is eigenlijk super makkelijk vandaag. Ja, als wij sla eten, eten we wel goed sla. Voor 400 gram, liters 200. Kijkt in ieder geval goed. Ja, hè? Ik wel. Nou. Het is weer een campingmaaltje, hè? Ja. Nou, in ieder geval smakelijk eten. Ja, joh. Dan gaan we lekker versmullen. Ja, het is goed. Kijk, daar gaat ze weer. We gaan afwassen. En dan zo meteen soepje maken. Nou, ik ben benieuwd. Ja, een lekkere curry pastinaaksoep. Dus, maar ja, eerst moet even al deze zooi weg. Eens kijken. Och, het is weer een mega afwas. Ik heb het weer voor elkaar. Dus we gaan hier eens even lekker buiten afwassen. Goed. Het is hier, het waait behoorlijk. Het is een buitenafwasplaats, dus eigenlijk heel fijn. Heel favoriet voor mij altijd. We gaan zien of het ook fijn is. Nou. Nou, dus laten we gaan. Goed. Heuveltje op en een heuveltje af. Het is een stukje gelopen. Oh, kijk. Het is druk bij de afwas. Goed weer. Ja, dat is hier wel minder handig, hè? Dat de loosplek hier ook achter is. Ja, ja. De loosplek, de wc, alles op één plaats eigenlijk, hè? Ja, nee, dat is op zich prima, maar je staat eigenlijk wel heel dicht op de camper die hier aan het lozen is. Oké. En mensen, ja, ik heb gevraagd of ik moest helpen met de afwas. Maar gelukkig zei onze zoon van dat hoeft niet. Nee. Hoe is het nou? Lekker koud of niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Heb jij wel? Nou.
Je kunt toch niet echt zeggen dat ik het lekker vind hier in die wind. Het waait wel, maar ja, ik heb er geen last van. Camperplaats Borculo. En hier is het sanitair gebouw. De serviceplaats. En onze zon die staat heerlijk af te wassen. Nou, dan hebben we nog een keer de serviceplaats van deze kant. De afvalbakken. En hier is voor de toiletten reinigen en te legen. Nou, het is weer klaar. Ja. Nou, het is een flinke afwas, niet? Dat kunnen we wel zeggen, ja. Ja, het was een flinke afwas. Het was een flinke afwas. Hij moet nog afgedroogd, maar verder is hij weer helpen. Nou, dan gaan we gauw terug. Ja. Terug naar ons huisje. Dan gaan we weer over het bultje. Nou, goed kijken mensen. Onze zon is, je weet het ook alweer, de GDI aan het uitproberen. Ja. Alhoewel, aan het uitproberen, kijken of ze maar een gang krijgt. Eens even kijken, ja, want hij heeft... Het jammer is dat ik het altijd weer vergeet hoe het ding werkt. Ja. Als je hem heel lang niet gebruikt hebt. Even kijken, ja. Is hij? Heel goed. Kijk. Oké, nou, dat ding doet het. Kijk eens. Doet de machine weer. Kijk. Even kijken. Hij volgt mij. Ja? Ja. Kijk, zie je? Goed. Ja, nou, weer mazzel. Die doet het. De oude telefoon, hè? Ja. Die doet het nog erop. Ja, want ik had de app op de nieuwe gezet. En ja, die deed het dus niet. Gewoon niet, hè? Nee. Zelfs op die van mij deed hij het ook niet. Ja, nee, maar we hebben allebei een S23. Ja. En op allebei deed hij het niet. Dus we hebben de oude S8 weer uit de laag gepakt. Toestel uit 2017. En die doet het. Kijk, nou, dan gebruiken we die toch. En die OM5, die is nog heel nieuw. En Doet hem eens een keer op knopje douwen opnemen. Dan kunnen jij kijken van of die jou ook opgenomen heeft, hè? Met volgen. Ja, neem jij mij nu op. Ja. Nou, volgens mij wel. Ja, toch? Ja. Nou. Dus hij doet het. Dus hij doet het. Nou, dan kunnen we hem daar gebruiken. Ja, neem jij mij nu op. Ja. Nou, volgens mij wel. Ja, ja toch? Hoor. Ja. Nou. Dus hij doet het. Dus hij doet het. Nou, goed, dan ga ik mezelf voorbereiden op de soep. Ja, jij wil weer verse soep. Ja. Omdat daar minder zout in zit. Ja. Heel grappig. En dan kan ik weer soep gaan staan te maken. Ja. Ja, kijk, je hebt mensen zeg maar, die heel goed kunnen delegeren. Ja, precies. En ik moet zeggen, volgens mij doe ik het best aardig. Nou, dat doe je dus een beetje goed. Ja, wacht maar. Vorige keer heb ik natuurlijk voor het eerst zo'n soep zitten maken. Een uitje, een appeltje en we zijn die groene? Prei? Prei, ja. Toch wel? Ja. Oké, en we hebben hier. Uitje, aardappel en knoflook. En daar in de bak, daar ligt de prei en de pastinaak. Kijk. Kijken of het ook lekker gaat smaken.
Alvast smakelijk. Dankjewel. Zo, Rob is even de bandjes aan het oppompen van de fietsjes. Even kijken, 2,5. Kijk goed. Nou, ik heb intussen mijn zesde kop soep op. Is dat een beetje overdreven, Sonja? Ja, dat is echt wel een beetje overdreven. Maar hij was wel echt heel erg lekker. Al zeg ik het zelf. Ja, Rob is de fietsjes aan het... de bandjes aan het oppompen. Want we gaan zo meteen een stukje fietsen. We gaan naar Borculo. We willen even de stad zelf in. Het is een stad trouwens. Dat had ik even opgezocht. En dan, ja, we gaan een rondje maken. We zien het wel, we kennen het stadje eigenlijk nog helemaal niet goed. Ook al zijn we al twee keer op deze camperplaats geweest, zijn wij eigenlijk steeds vrij kort hier geweest, één nachtje. En dan, ja, dan rij je hier naartoe, dan loop je een stukje. We zijn volgens mij één keer kort snel door het stadje heen gefietst, maar we hebben het nooit echt goed bekeken. Dus wat gaan we vandaag doen? Het is frisjes. Het is 13 graden, maar ja, we zitten nog begin maart, hè, dus eigenlijk niks te klagen. Maar het waait best wel. Het is windkracht 4 uit het oosten, noordoosten. Jullie zien Rob niet kijken, maar die blik zegt veel. Ja, je hebt er, Rob, ja, heeft er echt zin in. Maar ja, hij denkt, laat ik het maar gewoon doen. Hè. Dat zeggen ze altijd, hè, tevreden vrouw is... ik weet niet, er is iets mee. Maar... We gaan gewoon een stukje fietsen, we zien het wel en misschien zijn we zo terug.